Ik heb hier een stand gevonden en dat is Meditronic. En bij die stand hoort ook mevrouw Destriet Manen. Mevrouw Manen, goedemiddag. Goedemiddag. Als ik u vraag om even kort in een minuutje het bedrijf voor te stellen. Nou, Medtronic is een bedrijf in medische technologie. We zijn bekend van de pacemakers, daar kent iedereen van. Maar inmiddels maken we ook heel veel andere therapieën. En dat is neurostimulatoren voor mensen met bijvoorbeeld Parkinson. Implanteerbare tussenwervelschijven, cementeringen voor het hele ruggenwervelsysteem. We doen diabetespompen, pijnpompen. Mensen met problemen met het ophouden van urine of ontlasting. Allemaal dat soort zaken doen we inmiddels ook. En, dus ook de defibrillatoren die iedereen kent en waar dus de doelgroep vandaag op gebaseerd is. We gaan zo meteen over die pacemaker praten met u. De ontwikkeling daarin wil ik ook even kijken naar de geschiedenis. En waar gaat het uitmonden natuurlijk. U had het over die technisch specifieke zaken die er dus bij uw bedrijf bijgekomen zijn. Nou heeft iemand last van een lever, een last van een darm, last van de blaas en zo. En overal is een apparaatje voor en dat zou in het lichaam kunnen. Of heb je ook combinaties van apparaten die dat aankunnen? Nou, in principe is iedere therapie staat op zich. Er wordt wel steeds meer gekeken naar de patiënt als geheel. Om dus ook de patiënt op de meeste fronten te kunnen helpen en ook te kunnen volgen. Want de ontwikkelingen zijn natuurlijk dusdanig dat je naar de patiënt gaat kijken en het algemene welbevinden van die patiënt. Toen ik het interviewtje voorbereidde, even met u kort even gesproken heb, hebben we het over die pacemaker gehad. En toen zei ik eigenlijk, ja, wat gebeurt er op het gebied van die pacemaker? Wat is de ontwikkeling? Zometeen gaan we even praten over het apparaat, wat het is, wat het doet. Maar wat is de ontwikkeling? Waar gaat het op uit? Nou, natuurlijk ga je proberen om die patiënt zo optimaal mogelijk te pacen. Je hebt patiënten die alleen maar een ondersteuning nodig hebben omdat hun hartritme te langzaam is. Je hebt patiënten die hebben hartfalen waardoor het hart gewoon helemaal niet meer optimaal klopt. Die een boezem heeft die met de kamers niet communiceert. Maar waarbij ook dan bijvoorbeeld de linkerkamer niet meer correspondeert met de rechterkamer. Dus je krijgt een hele slechte pompfunctie. Je hebt mensen die daarbij nog een defibrillator nodig hebben omdat hun hart regelmatig op hol slaat. Er zijn zoveel ontwikkelingen nog gaande. We hebben ook de Reveal, dat is een apparaatje wat dus gaat kijken waarom bijvoorbeeld iemand flauw valt. En dat kun je dus doen door middel van een hartfilmpje, kun je kijken van wat is er aan de hand. Je kunt ook een langdurigere holter van 24 uur, maar als die patiënt dat maar eens in de 2-3 maanden heeft, ja, dan wordt dat lastig vangen. En dat kan dus bijvoorbeeld wel weer met een Reveal. En dan kun je uitvlakken dat zo'n patiënt cardiaal aandoening heeft, maar het kan ook iets neurologisch zijn. Allemaal met een apparaatje. Ooit was er een arts die zeg maar de eerste transplantatie uitvoerde, dokter Bernhard in Zuid-Afrika. Zou het zo kunnen zijn met de ontwikkelingen die we nu hebben met kunstimplantaten, dat we ook een kunsthart krijgen? Dat kunsthart zal er zeker in de tijd aan gaan komen. Net zoals natuurlijk de diabetespompen ook maar een tijdelijke ondersteuning zijn. Je wil natuurlijk naar materialen die ervoor kunnen zorgen dat het orgaan vervangen wordt of dat het orgaan geoptimaliseerd wordt. Gaan naar die pacemakers even kijken. We zitten hier ook bij de Meditronic die dat ook heeft uitgestald. Als we praten over die pacemaker, voor de verbeelding, hè, we kunnen het nu ook in beeld brengen. Hoe groot was de eerste pacemaker? Nou, de eerste pacemaker die stond dus gewoon echt op een karretje. Dus daar liep een patiënt die dus in eerste instantie was het ding ook niet te gebruiken mobiel. Want hij zat in stopcontact. Nou, dat was dus ook het verhaal van, ja, op een gegeven moment viel de stroom in het ziekenhuis uit. Ja, dan was de patiënt ook de klos. Want ja, dan was de stroom van zijn pacemaker ook weg. Nou, toen moest er een batterij natuurlijk aankomen. Nou, dan krijg je een zo'n karretje, nou, zeg maar zo'n half de tafel hier, om de hele apparatuur te vervoeren. Ja, dan was hij wel ambulant. Maar dan waren ook de elektrodes, die gingen nog via de buitenkant naar het hart. Ja, allemaal risico's van infecties natuurlijk. En zo zijn ze steeds kleiner gaan bouwen. Totdat dus de apparaten ook in de mens ingeplant konden worden. Nou, dat waren eerst blokjes, ja, heel groot, met maar kleine elektrodes tot op een bepaald punt. Die werden ook meer in de buurt van het hart geïmplanteerd. En dan werd de elektrode rechtstreeks naar het hart gebracht. Dan heb je de steeds kleiner wordende apparaten, die dus gewoon hierboven geïmplanteerd werden. Dit is dan ook nog een oude, een heel kleintje. En die dus met draadjes
via de cephalica of de subclavian naar binnen werden gebracht en dan op de locatie in het hart werden ingebracht. Als we kijken naar die implantaten, deze pacemakers, iemand die zeg maar zo'n apparaatje in zijn lichaam heeft, moet hij ook nog oppassen dat hij, er is wel het verhaal van dat het apparaat gestoord zou kunnen worden, bijvoorbeeld door een telefoon. Is dat ook zo? Nou, er zijn natuurlijk wel wat, wat dingen wat je in de gaten moet houden. Ik had er straks nog iemand die heeft gewerkt met elektromotoren. Ja, dat interfereert natuurlijk, want dat vormt magnetische velden. Wat gaat storen op je pacemaker of op je defibrillator. Wat dus bij een defibrillator tot onnodige shock zou kunnen leiden. Er zijn een aantal dingen waar je wel even mee moet oppassen. Het wil ook niet zeggen dat het iedere keer gebeurt, maar er wordt wel gezegd van pas een beetje op met een aantal dingen. We hadden het ook al over van mag je zo iemand dan shocken met een externe defibrillator. Nou, dat is natuurlijk een verschil tussen een pacemaker en tussen een defibrillator. Maar op het moment dat die patiënt geschokt zou moeten worden, de externe defibrillator geeft aan of er een shock kan worden toegediend. Die zal het ook niet doen op het moment dat het niet kan. Dat het dus geen ritme is wat geschokt moet worden. Maar op het moment dat de patiënt een pacemaker heeft, een pacemaker doet niks anders als het hart wat te langzaam of te onregelmatig klopt, zijn stroomstootjes geven heel minimaal om dat weefsel te laten samentrekken. En dat kan hij dus doen door het atrium te stimuleren, door het ventrikel te stimuleren of door beide te stimuleren, zoals hij dus zijn synchronisatie moet behouden. Op het moment dat iemand een ventrikelfibrilleren krijgt, kan die pacemaker daar niks mee doen, want daar is hij niet op gebouwd. Een pacemaker is puur stimulatie van een te laag hartritme. De defibrillator, als die dus niet in zou grijpen op het moment dat die patiënt wel een shock zou moeten krijgen, ja, zul je hem dan met een externe defibrillator moeten shocken, want dan is er blijkbaar met het apparaat iets niet goed. Want hij geeft dus geen shock, die externe AED, als dus de defibrillator het ook niet zou hebben gedaan. Hoe is voor iemand die zeg maar een externe shock gaat geven met die pedals zichtbaar dat iemand een pacemaker heeft of een defibrillator? Nou, de meeste pacemakersystemen die worden dus links geïmplanteerd. Dus je zult daar zien dat daar een incisie is geweest. Nou, eigenlijk moet je daar als leek, want in principe zijn het bijna allemaal leken die met een defibrillator werken, moet je daar ook niet te veel door laten leiden. Een patiënt kan een pacemaker kaartje bij zich hebben. Maar ja, als je moet gaan zoeken, dat is net zoiets als bij een donorcodiciel. Begin daar vooral niet naar te zoeken. Op dat moment moet je ingrijpen. Dus je moet gewoon je elektrodes gaan plakken en je moet gewoon je ding doen. Ik heb een iPad thuis. Er is een grote batterij ingeplaatst. Een grote batterij. Een batterij, die moet ook opgeladen worden. Dit zijn eigenlijk ook batterijen, ergens in een omhulsel. Hoe is dat met het opladen van deze batterijen? Nou, deze batterijen worden dus niet opgeladen. Er wordt wel bij bijvoorbeeld neurostimulatoren wordt wel vaker gewerkt met oplaadbare batterijen. Maar dit apparaatje houdt je hartfunctie gaande. Stel je voor je vergeet hem op te laden. Ja, dan is er dus een grote kans dat je komt te overlijden. Gewoon omdat het apparaat dan geen stroom meer geeft. Dat is bij een neurostimulator heb je er ongemak van. Maar bij een pacemaker of een defibrillator wil je dat gewoon niet. Nou, en opladen, deze apparaatjes gaan normaal gesproken tussen de 7 en ik zie patiënten die 12, 13 jaar zo'n apparaatje hebben, afhankelijk van hoeveel hartritme dat die moet bijpacen. En tussentijd worden die dingen ook gecontroleerd op hun functionaliteit? Precies, tussentijds worden ze gecheckt op hun functionaliteit. En dan niet alleen van het apparaat zelf, maar ook van de elektrodes. Of de elektrodes intact zijn, of die nog op de goede locatie zitten om te stimuleren. En je wil eigenlijk ook niet dat je na 12 jaar een oplaadbatterij krijgt. Dus dat die batterij wordt opgeladen. Dat je straks 24 jaar, bij wijze van spreken, met dezelfde technologie in je lichaam rondloopt. Alles wordt beter in de loop van de tijd. Dus je wil natuurlijk ook een beetje naar de laatste stand van zaken worden behandeld. Apparaat wordt vervangen. Wordt die dan nog een keer overhold en nog een keer opnieuw gebruikt bij een ander? Nou, in principe gaan ze eruit als de batterij op is. Dus dan wordt hij voor de rest niet meer gebruikt. Dan is hij een leuke demo voor de patiënt om te hebben. Of hij wordt gewoon weggegooid. Even toch nog voor de mensen hier in de zaal. Een relatief groot apparaat. Heeft zo iemand die daar zo'n implantaat heeft last van? Nou, dit waren dus de oude defibrillatoren. Ze waren zelfs nog een stuk groter. Die zaten in de buikholte. Nou, die werden dus ook getunneld richting het hart. En daar zaten grote patches op je hart om te defibrilleren. Ze werden steeds kleiner.
Ja, iemand die wat corpulenter is, zal vaak wat minder last hebben van zijn apparaat, omdat het wat meer weefsel eromheen heeft. Iemand die wat dunner is, ja, die zal daar misschien wel... Maar dat hangt ook van de patiënt af. Mevrouw Hane, dank voor deze informatie. Heel veel succes nog op deze dag. Wij zijn natuurlijk blij dat die apparaatjes bestaan, want het is natuurlijk een stuk voor je leven om dat te kunnen verbeteren. Ja, het is, voor een patiënt is het een heel verschil. Ik ken veel patiënten en die geven echt wel aan van het heeft echt mijn leven wel veranderd. Dank u wel.